hallo, hallo. Jij mag beurs maken. Vooruit, doe maar. Ik denk dat het voor de cliënten die er nu gebruik van maken, dat het daar een hele fijne toevoeging voor heeft. Als ik kijk naar een cliënt, nou bijvoorbeeld iemand met een angststoornis, die dus waar we voordat we met telezorg gestart waren, 1 keer per week zeg maar kwamen, of eigenlijk 2 keer per week. En dan hadden we een gesprek met deze mevrouw waar het om gaat. En tijdens dat gesprek namen we eigenlijk de hele week door. En wat er was gebeurd, kwam ze met heel veel verhalen. Soms hele kleine dingetjes waar ze gewoon volledig van in paniek raakte. En sinds we daarbij gestart zijn met telezorg, merk je gewoon dat deze cliënt veel en veel rustiger is. Dat ze alleen het besef al van, ik hoef maar op een knop te drukken en ik kan mijn verhaal kwijt. En ik vind een stukje begrip en er is iemand aan de andere kant die naar me luistert. Dat zorgt bij haar al voor zoveel rust. Dat is echt een wereld van verschil. En wat je ziet is dat we eigenlijk... zij heeft 3 keer in de week een geplande oproep. Dus op een vast afgesproken tijdstip. Waardoor zij niet zozeer de behoefte voelt om te zeggen van... Goh, ik moet nog heel vaak extra bellen omdat ik iets meemaak. Voor haar is het acceptabel om te zeggen van... Nou, ik heb nu iets meegemaakt. Ik weet dat ik morgen contact heb. Dus die dag kan ik prima afwachten. Nou, rust. Dat er toch wat meer rust door weer komt. Doordat je je ei kwijt kan, dat je dan kan vertellen wat, ja. Mag ik beeld maken, meneer Welling? Heel graag, want dat is veel te leuk. Als je gaat kijken naar een cliënt die bijvoorbeeld medicatie heeft, waar wij nu voor komen 3 keer daags om een tabletje aan te reiken en vervolgens gaan wij weer naar de volgende. Dat is bijvoorbeeld een middel wat prima door telezorg zou kunnen. En wat je dan ziet is dat een cliënt een stukje vrijheid gewoon heeft en behoudt. Niet iedere keer de zorgverlener binnenkrijgt en daaraan moet wennen. En een stukje eigen regie ook heeft. En dat is voor de cliënten is dat heel erg prettig. En nou ben ik al smiddags tegen 4 uur tabletten daar te zetten. Of bij het apparaat daar. Dat ik ze bij me, dan ga je meer met leven. Dus het doel is dat die man zijn angst helemaal wegnemen kun je niet. Maar wel dat hij zich veilig voelt in zijn eigen woning. En dat vind ik wel heel belangrijk voor je hele welzijn. Dat je gewoon veilig en vertrouwd voelt in je eigen huis. En daar helpt het echt bij. Ja, ik vind het zeker een goede aanvullende dienst op de bestaande diensten die we hebben. En ik vind het heel grappig om te zien, denk je, dat... Nou ja, je denkt zelf ook nog op technologie, kunnen die mensen daarmee omgaan? En ik sta echt versteld hoe makkelijk ze het oppakken. Ze hebben het zo, begrijpen ze het en gaan eigenlijk heel makkelijk pakken ze het op. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. En dat ik zeg, nou, ze hebben er ook wel lol in. Dat vind ik ook wel heel grappig om te zien. Dus dat vind ik wel verrassend. Het is moeilijk voor cliënten, de telezorg. Ze zijn niet wijs. Sorry dat ik het zeg. Wat is dat nou? Even aaien? En dan komt er een gelijk beeld. En dan kun je daar rechtsboven zo in contact. Nou, en dat gaat toch allemaal vanzelf. Ja, dat vind ik 100%. Ik heb ze ook niet. Ik zal nooit zien achter de geraniums zitten te weg te teren. Dat zou ik erg vinden. En door dit, en ook door zo'n computertje... Dan heb je toch wel geleerd dat er meer is als tussen hemel en aarde, als we dat van zaken hier alleen in Doesburg. Ja, toch?